De schade is enorm, my guys. In seizoen nummer 1 zijn we geëindigd op de tweede plek. In seizoen nummer 2 zijn we geëindigd op de tweede plek. Bruh. 2 seizoenen achter de rug, 0 prijzen. Damn! Broskies, jullie hebben het goed gezien. Welkom bij seizoen nummer 3 van de FC 24 Ice Cream Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent, belletje aan. Zoals ik al zei, we zijn geëindigd op plek 2. PSV is kampioen. Net als in real life gaat dat ook gebeuren, dus ja. Maar ja, Ajax gaat niet eindigen op plek 2 in real life. Dat is wel zeker nu. Maar goed, we gaan even heel snel kijken, want het is natuurlijk wel echt een paar maanden geleden. Trouwens, ik weet niet eens of we worden ontslagen of niet, want kijk. Oh my god! Ramai, Sosa, Hato, Schuurs, Rens, Taylor, Vos, Berghuis, Sarawi, Brobby, Forbes. Alleen we hebben een paar hele grote problemen. Want een paar spelers hebben een transfer aangevraagd. En niet de minste, Brian Brobby gaat de club verlaten. Sosa gaat de club verlaten. Taylor gaat de club verlaten. Van de Beek. Conceição. Even kijken, en Eiting. En volgens mij was dat het. Maar ja, kijk. Van sommigen vind ik het niet erg, maar van Brobby en Taylor, dat vind ik eigenlijk wel echt heel erg. Oké, nu is de grote vraag. Worden wij ontslagen of niet? A few moments later. We zijn niet ontslagen. We kunnen beginnen aan seizoen nummer 3. Oké, we hebben dus een tweede kans gekregen. Maar we moeten echt aan de slag. Oké, kijk. Brobby heeft een transfer aangevraagd. Taylor. Sosa. Maar ja, ik ga gewoon niet accepteren. Jullie blijven gewoon. Hoeveel geld hebben wij? Dat is wel echt belangrijk om te weten. 80 mil, lekker. Plus, we gaan wel een paar spelers verkopen. Kijk, sommigen niet, maar bijvoorbeeld. Conceição mag vertrekken. Mikel Tatsen mag vertrekken. Even kijken. Gomez mag vertrekken. We gaan het heel... heb ik Tete gekocht? Ja, oké. Akpom, nee. Even kijken. Zarawi. Mag wel blijven. Eiting gaat vertrekken. Ik denk, ja, je mag gaan van mij. Bulka, sorry, maar je mag weer vertrekken. Hato, sowieso niet. Medic, ja... Medisch in het echt speelt totaal geen wedstrijden meer. Ja, oké. Kaplan wil ik terughalen trouwens. Gorter. Ik kies voor Ramai eerlijk gezegd. Roelie is ook vertrokken trouwens. Hè? Ja, weet je. Godsisser. Van Axel Dongen. Van Axel Dongen. Ik heb echt gezicht voor jou, man. Ramai. Vos. Fitz. Jim. Even kijken. Ja, die jeugdspelers. Die gaan we gewoon. Want... Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ze zijn gewoon niet goed genoeg, snap je wat ik bedoel? Dus ik ga ze gewoon dan voor uitlenen. Toevoegen aan leenlijst. Even kijken. Ja, Gai. Ik weet het niet. 22 jaar, 68 algemeen. Manswerk is ook vertrokken. Marta. Dit zijn spelers die gaan totaal geen minuten krijgen. Tenminste, nee, ik denk het niet. Oké, seizoen nummer 3 gaat beginnen. Dit is heel belangrijk, want ik wil natuurlijk niet worden ontslagen. Contracteer 2 spelers in je jeugdafdeling voor de positie van verdediger. En contracteer minimaal 3 spelers jonger dan 20 jaar met een potentieel dat groter is dan de gemiddelde algemene beoordeling van de huidige spelers op dezelfde positie. Bro, naamsbekendheid, haal 5 overwinningen in bekerwedstrijden. En contracteer 1 cruciale eerste teamspeler voor een positie als middenvelder of aanvaller. Oké. Financieel even kijken. Sluit het seizoen af met 5 miljoen aan niet uitgegeven toegewezen financiële middelen. Binnenland succes, win de competitie, win de beker. Internationaal succes, haal de kwartfinale van de Champions League. Dat wordt lastig. Luister dan, ik ben ermee bezig. Rustig. Hey, we zijn niet langer in het rood. Oké, broskies, de allereerste wedstrijd gaat bijna beginnen. Maar we zijn zo druk geweest op de transfermarkt. Ik moet het je gewoon eventjes laten zien. Soutalo is terug bij Ajax. Conceição is verkocht. Gomez is verkocht. Tagliafico is verkocht, Eiting is verkocht, Ziyech is verkocht, Bulka is verkocht. Ja, de grote uitverkoop bij Ajax. Kaplan hebben we gehaald, Manswerk hebben we teruggehaald, Gorter is verkocht, Henderson hebben we gehaald, Roelie is terug, Kramer is uitgeleend, Aartsen is uitgeleend en Van Dijk is ook uitgeleend, zoals ik al zei. Grote uitverkoop bij Ajax. Bijna iedereen was in de aanbieding. Oké, broskies, het laatste wat we gaan doen voordat we gaan beginnen, we gaan alles goed zetten.
Rulli op doel, Sosa linksback, Hato, Sutalo en Sutalo is de beste speler in het elftal. Grappig hè? Ja. Lol. Taylor, Vos, Berghuis, Sarawi, Brobby, Gods. Maar... Mikotadze moeten wij nog verkopen trouwens. Even kijken. Van der Beek moeten we ook nog verkopen. Ik zit ineens te denken, wacht even hoor. Henderson gaat spelen natuurlijk voor Vos. Gods. Ja, nu weet ik het weer. Bergwijn is nog steeds geblesseerd, vandaar. Ja, dan hebben we geen keuze, hè. Even kijken. Van Axel Dongen. Gaan we jou de kans geven? We gaan jou de... Maar ik heb echt gezegd voor Van Axel Dongen, maar we gaan je sowieso de kans geven. Oké, luister, broskies. Voordat we gaan beginnen aan de allereerste wedstrijd. Ik weet, de eerste twee seizoenen waren een ram, net als in Real Life Ajax. Ik weet nog steeds niet hoe we zo slecht waren. Tenminste, ja, tweede plek is niet eens zo slecht, maar ja, we hebben gewoon geen enkele prijs gepakt. Dat is nog misschien wel het allerergste, weet je. Maar dit seizoen gaan we sowieso kampioen worden. Sowieso. Moet wel. We gaan even kijken naar de elf van Vitesse, jongens. Wat? Terraciano. Hou op. Pinto, Cornelissen, Meulensteen, Arcus. Gregerson of zo, Domigioni, hou op man. Boutra, Ibarra, Dalcio en Buiting. Dat zijn de 11 van Vitesse. En dit zijn de 11 van Ajax. Tiki-taka. Gaan we dat volhouden? We gaan even kijken naar de eerste wedstrijd, oké? Rulli, Sosa, Hato, Sutalo, Rensch, Taylor, Henderson, Berghuis, Van Axel Dongen, Brobby, Gods. Geen Bergwijn, want Bergwijn is nog steeds geblesseerd. De allereerste wedstrijd van seizoen nummer 3. We hebben het werkelijk waar over een paar maanden later, hè. Maar we zijn terug. All for you. All for you. All for you. All for you. Wauw, we zijn er gewoon weer, jongens. Maar we spelen niet met onze sterkste elf, want Bergwijn is er niet. En ik vind de rest buiten positie... Wacht even, want hij denkt dat hij... Hij is er ook langs. Weet je maar, het kan nog beter. Sutalo! Lekker gedaan hoor! Berghuis. Bij een Brobby. Brobby. Die paas is niet... Goed! Gods, komt ertussen. Gods, komt ertussen. Ah, jammer. Onderschep. Hij was er toch langs? Ik kan net zeggen. Hier is Axel. Ik ben... Het gaat gewoon niet soepel. Brobby! Brobby! Daar is hij. Brian Brobby, jongens! 1-0 voor tegen Vitesse. Brobby, die paas was zo slecht. Berghuis krijgt wel de assist. Brobby met zijn eerste doelpunt. Het eerste doelpunt van seizoen nummer 3 komt op naam van de spits. Van Nederland, de nummer 1 spits van Nederland. Brian Brobby met zijn eerste doelpunt. Hij gaat er sowieso heel veel maken. Wat is dit? Van Axel Dongen is mother. Bruh. Werkelijk waar. 15 minuten gespeeld. En onze volgende linksbuiten is kapot. Ibarra. Blijf gewoon meegaan. En trouwens. Hey, smeerpijp. Taylor. Brian Brobby. Lekker tussendoor. Brobby is geen kopper. Terug naar achteren. We domineren de wedstrijd. Nog wel. Tussendoor. Schieten. Schiet. 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 Ah, kom. Sutalo. Het is wel Sutalo. Ah, man. Jammer, man. Hey! Wat? Schijf, fluit af, fluit. Oh man, kom op man. We verdienen sowieso minimaal 2 doelpunten. We hebben nog 1 helft te gaan. 3 keer geschoten, 55% balbezit. Ja, maar ja, 1-0 hè. Pas 1-0. Berghuis. Bro! Nee man, Berghuis. Ik wil het gewoon eigenlijk doen. Berghuis, kom op man. Maar ik ga wat anders doen. Ik ga je de kans wel geven. Maar dan op die positie. Dan Akpom. Meer naar voren.
gewoon eventjes wat agressiever spelen, jongens. Die 1-0 is niet voldoende. Wacht. Akpom, net in het veld. Henderson. Kom. Ah! Wat? Oh, we hebben de bal. Kato is dat, toch? Wat doe je? Wat was dat? Robby! 2-0, wedstrijd klaar. De camera is daar. Ga je het halen? Ik denk het niet. Wacht even. Je kan het halen. Ja, ja! Brian Brobby met zijn tweede van de wedstrijd. Ajax is helemaal terug, jongens. 2-0 voor tegen Vitesse. We hebben het wel over het team dat rechtstreeks gaat degraderen in real life. Zit ik ineens te denken. Dit is waar we echt zo trots op zijn. Okay. Maar we staan wel voor. Wacht even. Kunnen we doorpakken dan met de wissels? Tahirovic wil ik wel een minuut geven. Henderson. Ja, en ja, voor de rest, ja, Mikatadze ga ik sowieso geen minuut geven, want hij speelt niet meer bij Ajax. Nee, gaan we niet doen. Ondanks dat hij aan het vlammen is voor zijn nieuwe ploeg. Bij Ajax deed hij het niet, maar hij kreeg nauwelijks de kans dat... Laat maar. Vorm, blijf maar daar. Hij is weg. Hé, dat kan je niet verliezen. Dat sprintduelletje kan je niet... Damn. Hij verliest niet alleen het sprintduelletje... Vitesse is gewoon terug in de wedstrijd, jongens. Dit was niet verdiend. Maar ik vind ook gewoon, eerlijk is eerlijk, Forbes. Hoezo wordt hij voorbij? Ja, jongens, we kunnen wel gaan klagen. Maar het staat gewoon 2-1. Dat is gewoon wat het is. Brian Brobby. Oh, wat een redding van Terraciano. Wat een redding. Forbes is volgens mij zwaar geblesseerd. Sosa moet het gaan doen, want... Akpom! Oh, hij doet het! Het is klaar! Akpom, weer gewoon, net als in real life, super sub. Maar dat is wel een fout van de keeper, hoor. Ja, wel, gewoon een fout. Ajax wint de allereerste wedstrijd van seizoen nummer 3. Wij gaan landskampioen worden. Ik kan het jullie garanderen. Het is onze tijd weer, jongens. Het is weer de tijd van de Amsterdammers. PSV wint met 4-0 voor Almere City. 2 weken. Valt op zich wel mee. Even kijken hoor. Bergwijn. Hij is bijna... Oké, nog 1 dag. Ja, hij heeft het wel gehaald. Bergwijn is terug, jongens. Bergwijn kunnen we goed gebruiken. Want Van Axel Dong is nu geblesseerd. Ja, oké. God, jij speelde... Ja, we speelden trouwens wel beter met... Berghuis daar en dan... Akpom, je gaat je eerste start krijgen van het seizoen. En dan ga je gewoon lekker naar voren. Cam. Ik weet, maar je kan ook spelen als Cam. Waarom dat tekentje? Hou maar op. Je gaat gewoon spelen als Cam. Mikatadze van de bank trouwens. Dan zitten wij... Vos, sorry. En Van de Beek, nee, ook niet. Mansverk, Zarawi, Kaplan. Ja, ik wil gewoon met de originele spelers weer... weet je? Ik denk dat dit wel goed is, toch? Ja, we gaan naar de volgende wedstrijd. En Bergwijn is terug. Nu is de grote vraag. Bergwijn is de aanvoerder. Maar ik vind zo... Kijk, wow. Sowieso, ik denk Henderson gewoon, man. Met al zijn ervaring is het gewoon Henderson. De volgende wedstrijd is tegen wie trouwens? Go Ahead Eagles. Oké. Hun hebben de eerste wedstrijd verloren. Heel even snel kijken. Brenno, Kuipers, Pearson, Amova, Dijl, Lazana, Romans, Edwardsen, Adekanje, Willemsen, Edwardsen. Ze spelen op de counter... En dit zijn de 11 van Ajax, jongens. Roelie, Sosa, Hato, Sotalo, Rens, Taylor, Henderson, Akpom, Bergwijn, Brobby, Berghuis. Kunnen wij 2 wedstrijden op rij winnen? De allereerste thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Amstel staat, ieder draait.
kijken hoor. Stalo, pak daar. Oh, Stalo. Wacht even. Akpom. Taylor. Jongens, wat een knal, man. Wat een voorzet trouwens van Rens. Hier is Rens. Broby kan hem rustig aannemen op de borst. Uit het boekje gewoon. Ajax is helemaal terug. Telen pakt lekker de bal af. Taylor! Oh! Akpom. Akpom, daar is hij dan. Akpom doet het gewoon weer. Hij doet het gewoon weer. Nu als basisspeler, hij doet het gewoon. Akpom doet het gewoon. Dus sowieso Brobby 2, sowieso Akpom 2. Twee wedstrijden gespeeld, twee doelpunten. Rens gaat door. Hij wacht op een 1-2'tje. Brobby moet gaan trouwens. Daar gaat Brobby. Daar is Bergwijn! Oh! Gossie meidjes. Gossie meidjes, jongens. 3-0 in de eerste helft. Wat? Kunnen jullie nog herinneren? Die seizoenen. Die eerste en tweede seizoen. Kan je dat? Gaat er hier aan de bal. Henderson. Taylor aan de bal. Brobby moet gaan. Het is over en sluiten met Gold Eagles, jongens. We maken ze gewoon af. Even kijken hoor. 9 keer geschoten. 67% balbezit. Ja. Ja, we kunnen gaan wisselen, denk ik dan. We kunnen gaan wisselen. Vos krijgt de kans nu. Tahirovic. Gods komt erin voor Berghuis. Kan je ook daar spelen? Ja. En weet je wat? We geven Manswerk ook minuten. Voor, ja, dat kan niet eens, hè. Ja, weet je wat we doen dan? Dan ga je gewoon de linie naar voren, Vos. Heerlijke wedstrijd voor Ajax. Dat betekent, we kunnen gewoon lekker... Oeh, Manswerk, pak gewoon eventjes de bal af. Hier is Vos aan de bal. Hier is Bergwijn. Hij wordt gewoon van de... Dat was echt te gemakkelijk. Dat was echt te gemakkelijk. Hoppa. Hij gaat het toch niet... Hij gaat gewoon... Mooie pas. Mooie pas. Mooie pas. Mooie pas. Weer. Kom op, man. Rens. Dat is... Hoe slecht kan je die pas geven? Brabby, oh my. Oh my. Brabby. En het is weer Brenno met de redding. Brobby. Brian Brobby! Nu weet ik het zeker. Ajax wordt landskampioen dit seizoen. Sowieso. Eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena, jongens. En kijk wat we doen. Brobby. Brobby voor de hat-trick! Schijt, sluit maar af. 7-0 overwinning op Gold Eagles thuis. De allereerste wedstrijd van het seizoen thuis. Seizoen 3. Winnen wij met 7-0 van Gold Eagles. En dit is wat we willen zien. Brian Brobby. 8 pogingen. Hij heeft veel pogingen nodig gehad voor die 3 doelpunten. Maar hij wil een hat-trick te pakken. We gaan niet klagen. Lekkere wedstrijd voor Brian Brobby en Ajax. FC Twente laat nu al punten liggen. We gaan eventjes een paar vragen beantwoorden voor het moreel. Want dat is wel belangrijk. Daar hadden jullie wel gelijk in. Kijk, het moreel van Brobby is nu content. En dat wordt dus nu... Brobby is een rolmodel. Hé, hey, je bent niet... Ik dacht dat je gelukkig zou worden van... Oh, maar misschien krijg je nog eentje. Nee.
oké, Ajax is ook content. Wij doen voor niemand onder. Kijk, Brobby is nu gelukkig. Dat willen we zien. Als laatste. Wat is dit? Herkansing? We waren beter voorbereid. Ajax is nog steeds content. Wat? Oh, helemaal vergeten. Wat is het dan? Wat? Kwalificatieronde. En wij gaan het opnemen tegen Rangers. Oké, dus we zijn zo lekker begonnen aan het seizoen. Maar nu moeten we doorpakken in Europa. Ja, we moeten gewoon winnen. Even kijken. Dat meen je niet. Kunnen we nog simuleren? Ja, oké. 2-2-2-2. Conditie van Brobby is slecht. Oké, dat is niet goed. Sowieso prestatiegericht dan voor basisopstelling. Ja. Oké. Even focus. Jongen, voor alle spelers is het gewoon Brobby. Ja, Mikko Tatsen, jij krijgt 100% geen minuten meer. Dan weet ik al wat ik ga doen. Ik weet al wat ik ga doen, want dan gaat gewoon Akpom in de spits. Even kijken. Dit kan ook, hè. En dan Tahirovic. Dit zou kunnen. Brobby gaat sowieso minuten krijgen, sowieso. Even kijken. Dan vind ik het goed zo. Ja, toch? Vos, Forbes, Brobby, Gods, Medic, Manswerk en Kaplan. Dan het basiselftal. Roelie, Sosa, Hato, Sutalo, Rens, Taylor, Tahirovic, Henderson, Bergwijn, Akpom, Berghuis. Voor de wedstrijd tegen Rangers. Dit. Kom op, man. We hebben het niet eens. Dit is kwalificatie. We moeten winnen. We gaan even kijken naar de elf van Rangers. Bizot speelde bij AZ, toch? Mikolenko, Goldson, Kosunu hebben ze, Sterling, Lundstram, Raskin speelde bij Standard Luik, als het goed is. Sifuentes, Hagi stond in belangstelling van Ajax een paar jaar geleden. Danilo speelde natuurlijk bij Ajax en Feyenoord. En dan hebben we daar Korea. Ze spelen in een 4-3-2-1 formatie. En ze spelen standaard. Oké. Ja, oké. Dan gaan we heel even snel kijken nog. Roelie, Sosa, Hato. Ja, oké. Hato, jouw conditie is niet 100%. Bergwijn, die van jou ook niet. Maar het moet voldoende zijn, zou je denken. De allereerste wedstrijd in de Champions League, jongens. De wedstrijd tegen Rangers. Twee seizoenen lang. Hij gaat tussendoor. Brian Brobby. Nee. Brobby. Ik krijg ineens... Het is niet eens Brobby. Dit is Bergwijn, bro! Ik krijg ineens flashbacks van de twee seizoenen. Want ik weet dat Bergwijn zoveel van zulke kansen heeft gemist. Ik moet wachten. Ik moest wachten. Maar nu niet meer. Kom op. Hij scoort! We staan voor met 1-0 tegen Rangers. Doelpuntje! Even kijken hoor. Dit doet hij zo lekker, hè. Op zijn beroemde wijze gewoon. Wij hebben officieel de voorsprong te pakken. En ja, er is nog zoveel tijd op de klok, man. Maar we staan voor met 1-0 tegen Rangers. Twee seizoenen lang hebben wij gefaald. We hebben 0 prijzen in 2 seizoenen. Dat kan niet. Oké? Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Ik weet wat je denkt. Oké, we hebben niks gepresteerd in 2 seizoenen lang, maar we zijn nog steeds. Ja, man. Laat me beter niks zeggen. We moeten het bewijzen. We moeten het laten zien nu. Nee! Hato komt er zo goed tussen. Hij is er langs, hoor. Berghuis! Kom op. Dit geloof je niet, Berghuis. 1-0 voor... Tegen Rangers, jongens. Nog 1 helft te gaan. Meer balbezit, meer keer op doel geschoten. Maar 1-0 is kantje bord, dat weten we. Lekker gedaan, Talo. Als het geen rood is, stappen we van het veld. Als het geen rood is, stappen wij van het veld. Wegwezen, Danilo. En nu spelen ze met 1 man minder. Dat is wat we willen horen. Hou hem binnen, hou hem binnen. Hou. Ik zie wat anders.
Taylor! We gaan wisselen, want het is tijd voor Brian Brobby. 2-0, afgelopen jongens. Oh man, wat een pass. Brobby komt erin, Henderson. Vos. En dan... Dan wacht even hoor. Zo. En dan zo. Wacht even hoor. Kan dan zo, is dat beter? Tahirovic. Maakt het uit? Nee hè? Maakt niet uit! Bergwijn gaat eraf. Forbes komt erin. En de rest... Ja, Hato moet er ook af voor Medic. Dat zijn de wissels. Oh, 2-0. We zijn er bijna. 1 man minder, hè? Ze spelen met 1 man minder. Hier zijn de wissels, jongens. 2-0 voor tegen Rangers. Gaan we het dan eindelijk doen in seizoen 3? Waarom? Lekkere redding van Roelie. Je geeft de bal gewoon terug aan Rangers. Roelie doet het gewoon weer. Hé, maar even serieus, man. Wat is dit dan? Hoe kunnen we gewoon die bal niet pakken dan? Brobby. Brian. Bro! Eerste kans voor Brobby. Bijna meteen het doelpunt. Omo. Niemand. Hoi, hij kan dat. Hij kan dat. We zijn er bijna. Nog 10 minuten. Schelling die probeert het. En het lukt hem ook gewoon om die paas te geven. Korea. Nee. 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 Is dit buitenspel? Maar we hebben zoveel geluk, man. Gewoon 2 keer gewoon. Maar we gaan niet klaar. Ongelooflijk hoeveel geluk we hebben. 2-0 overwinning op Rangers, man. Hebben we nog een vervolgwedstrijd, een return of niet? Maar ik ga niks zeggen, jongens. Het enige wat ik weet, we hebben gewonnen met 2-0 van Rangers. Oké, we gaan even kijken naar de vragen voor Ajax. Wat? We moeten gefocust blijven. Sorry, dit is voor het moreel. Oké, we zijn gelukkig, jongens. Nog meer, nog meer, nog meer. We moeten gefocust... LOL! Oké. Oh, we zijn lekker begonnen, man. 3 wedstrijden... Bruh. 3 wedstrijden gespeeld, 3 overwinningen. Wat een lekkere start van Ajax. Maar goed, broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. En Mautski. Tell me what to you, la 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 la.